Start Foundation bestaat 25 jaar. En om nou eens terug te blikken op die kwart eeuw, reist oprichter en opperbaas Jos de komende tijd langs 8 projecten die hebben kunnen groeien dankzij Start Foundation. En dat reizen neemt Jos vandaag wel heel letterlijk, want hij komt vandaag, ja, in Rotterdam met een watertaxi. Jos gaat op bezoek bij Rodney van den Hengel van Heilige Boontjes. Rodney kent het gebouw waar hij deze koffiezaak is begonnen als geen ander, want hij is in dit voormalige politiebureau wel eens, te gast geweest, zeg maar. Maar nu zijn de cellen een hotel geworden en is het bakje politiepleur vervangen door de lekkerste koffie van Rotterdam en omstreken. Wij kijken altijd naar twee dingen. We kijken naar het plan, wat is het plan en in hoeverre is dat goed opgelijnd met dat wat wij willen. Dus dan kijken we naar de plan en hoe degelijk zit dat in elkaar. En aan de andere kant kijken we ook naar de mens. Wie gaat dat doen? Wij kwamen voor het eerst het klokgebouw. Toen vroegen jullie af van waarom 9 business cases in 1 business case. En toen kregen we van jullie de opdracht van jongens, ga eens terug naar huis. Dat is de koffie geworden toen. Ik zie elke dag wel 5 of 6 oud-cliënten ook in mijn zaak. Ja, en dit is het bewijs dat koffie dus een middel kan zijn waar je mensen mee kan helpen. Maar ook mensen gewoon eigenwaarde kan geven. Ik was 3 jaar werkloos en ben via de gemeente binnengekomen om weer in een werkende maatschappij te kunnen komen te werken. Het heeft heel veel voor mij betekend. Het heeft mij sowieso weer, omdat ik 3 jaar werkloos was, weer gewoon in een ritme proberen te zien te komen. En ik had ook gewoon heel erg slaapproblemen, dus die hebben ze mij ook inderdaad heel erg mee geholpen. Wat wij zeggen, Jos, en daar blijven we staan. Ik zeg elke morgen tegen de gastjes, hey, stel mijn machines bij, mijn koffie is belangrijker dan jij. En dan kijken ze me heel moeilijk aan. En dan zeg ik, waar wil je dat ik je van betaal, vriend, eigenlijk? Of wil je nog een baan hebben? Zorg dat je product altijd het sociale concept overstijgt. Waarom? Anders krijg je zo'n effect van we gaan een dagje boekjes kijken, maar kom dan nooit meer om die koffies niet te zuipen. Nou ben jij hier elke dag bezig om de levens van jonge mensen te veranderen. Hè? Ja. Hopelijk in de positieve zin. Hoe heeft Heilige Boontjes jouw leven veranderd? Heilige Boontjes heeft mij de mogelijkheid gegeven om zelf regiehouder te worden van wat ik aanbied. Vroeger werkte ik voor partijen. Maar zeg het nou eens op zijn Rotterdams, want dit vind ik een beetje een hulpverlenersgelul. Het is ook hulpverlenersgelul, maar ja, goed, wat even Rotterdam. Ik heb gewoon niet zijn handen waarmee ik andere mensen kan helpen, Jos. Ondanks dat ik af en toe denk, sterf met je toko. En dan is er weer een fucking brander kapot of dit is weer verrot. Denk ik wel, elke dag als ik hier binnenkom, het eerste wat ik zie is, goedemorgen. Dat hoef ik niet uit te leggen, daar kan geen portemonnee tegenop. Dus ja, ik hou van mijn winkel, ik hou van mijn merk, ik hou van mijn mens. Mooi man. Dankjewel broer. Dat was erg goed. Niet iedereen komt bij Heilige Boontjes alleen maar voor die lekkere koffie. Want in de kelder heeft Rodney een heuse opnamestudio laten bouwen waar jong Rotterdams talent zijn kunsten kan vertonen. Jong Rotterdams talent dus. Jos mocht er alleen maar even naar kijken natuurlijk. Jos is niet alleen bij Heilige Boontjes op bezoek geweest, maar gaat op zijn reis door de tijd bij nog veel meer organisaties langs. En dat wil je natuurlijk ook graag meemaken. Meer zien? Hou dan dit kanaal zeker in de gaten.